Ik zou heel graag één front willen vormen met alle Nederlanders tegen de georganiseerde misdaad. Drugscriminaliteit heeft echt wortel geschoten in onze samenleving. Mm. We hebben te maken met boeren die onder druk gezet worden om hun schuren ter beschikking te stellen voor drugslaboratoria. We hebben 12-jarige jongetjes die worden geronseld om te dealen. Ondernemers die onder druk worden gezet. Journalisten die worden beveiligd. Het is echt iets wat onze vrije samenleving vol raakt. Onze manier van leven. En om dat echt tegen te kunnen gaan. Mm. Dan daar heb ik eigenlijk echt iedereen voor nodig. Heb je eigenlijk het idee dat ja, voor politie en justitie is het een groot probleem. Zeker voor zo'n boer die natuurlijk belaagd wordt. Maar voordat het eigenlijk in de stad en zo, ja, het zal wel. Het gaat langs ons heen. Ja, en dat is denk ik niet terecht. Omdat het wel in onze straten plaatsvindt. We hebben te maken met zogenaamde verschrikkelijke vergismoorden. We hebben te maken met afrekeningen in onze straten. We hebben te maken met ondernemers in winkelstraten die onder druk worden gezet. En wat ik mee bedoel, hè, met samen in front vormen, en dat zijn ook de lessen vanuit Italië bijvoorbeeld. Maar wat ik heel graag hier zou willen, is de makelaar, is de notaris, is de bankier, is de ondernemer. Ja. Die ook alert is, die ook ziet, hier wordt geld witgewassen. Is de hulpverlener die ziet, dit gaat mis in het gezin. Nou, noem maar op, hè. Rederijen die de verantwoordelijkheid nemen om hun schepen en containers schoon te houden. Havenpersoneel dat weerbaar is. Vrachtwagenchauffeurs die weten dat hun vrachtwagen wordt misbruikt en dat zij onderdeel worden van een handel. Het zit zo diep geworteld inmiddels onze samenleving dat we met elkaar een front moeten vormen. Mm-hmm. Willen we die slag kunnen winnen? En als ik dan naar Italië kijk, ja, dan zie ik dat ruim 30 jaar geleden, na de moorden op twee onderzoeksrechters, Falcone en Borsellino, het volk daar echt opgestaan is en heeft gezegd, dit accepteren wij niet. Ja. Nou is de maffia vandaag daar niet weg. Maar wat je wel ziet, is gezamenlijk één strijd tegen deze criminelen. En ik zou zo graag willen dat we dat in Nederland ook bereiken.